Het is een heel grote naam onder de Nederlandse wielercriteriums. De draai van de Kaai in Roosendaal. Maar de draai is dit jaar flink veranderd. De afgelopen jaren waren er veel grote namen die over de Kaai raceten. Quintana, Cavendish, Contador, Valverde en Kittel, om er maar een paar te noemen. Maar de organisatie wil nu niet meer die heel grote namen. En verslaggever Jan Walen is in Roosendaal. Jan, wat is daar aan de hand? En dan hebben we echt een serieus... Die grote namen, die kosten hartstikke veel geld. En hier bij de draai hebben ze besloten om het geld anders uit te geven. En bovendien denken ze dat het dan veel meer een wedstrijd wordt. Kijk, als je heel veel geld uitgeeft aan een topper, dan moet die natuurlijk ook wel goed te zien voor het publiek. En wat je dan ziet is dat die toppers dan ineens bij al die criteriums wonder boven wonder winnen. Nou, dat is geen echte koers, zeggen ze hier. En ze willen hier een echte koers. Dus geen toppers, tenminste niet vanavond bij de heren profs. De dame bezig met een heel goed seizoen. Vanmiddag zijn er wel toppers bij de vrouwenwedstrijd van de draai. Dat is sterk deelnemersveld. Eigenlijk de Nederlandse top is wel aanwezig. Dus dat wordt een pittige strijd. Bij de heren doen ze dat niet, is dat jammer? Nou, bij de heren staat er ook een mooi deelnemersveld. Dus een iets andere opzet met het ploegenspel. Een aantal profploegen, maar geen grote tourverdetten in Roosendaal. En daarin onderscheidt de draai zich van de criteriums in Boksmeer en Kaam. Er zijn natuurlijk nog steeds criteriums, natoerse criteriums. En die hebben een functie in de zin van dat ze de grote sterren proberen te brengen. Zijn er dan vaak één of twee, maar dat heeft ook een functie. En dat is misschien iets meer show, om het zo maar te zeggen. En wij willen echt koers en een echte wedstrijd brengen. Renners moeten hier allemaal willen winnen. Ze moeten allemaal willen winnen. Een nieuwe opzet dus. Het publiek is verdeeld. Beetje jammer. Ja, dat is waar. Het is wel leuk als de grote namen een beetje komen. Maar de vrouwen die zijn er wel, hè. Dus, ja, dit is de eerste keer dat ik er ben, dus daar kan ik niet veel over zeggen. Rij je geen toppers mee? Echte toppers? Ja, Lars Boom wel. En een paar... Die studietoppers? Ja, eigenlijk wel. Had u niet Bauke Mollema hier gewild of Tom Dumoulin? Ja, maar als je dan weet dat ze meekomen doen, dat ze dan gaan winnen in een sprint, terwijl het eigenlijk geen sprinters zijn, is het ook allemaal afgesproken werk. Dan kun je beter een echte koers hebben. En of die echte koers er komt, dat blijkt vanaf 6:30 op de Kaai in Roosendaal. En wat denk jij, Jan? Heeft die nieuwe opzet kans van slagen? Nou, het heeft in ieder geval tot het effect dat we de winnaar van de draai dit jaar lastiger zullen kunnen voorspellen. In die zin wordt het spannender en het wordt ook zeker spannend voor de organisatie. Want vindt het publiek het ook leuk? Komen ze massaal en zijn ze na afloop ook enthousiast? Dat is de grote proef die er nu ligt voor de organisatie van de draai 2017. Jan Walen in Roosendaal, dankjewel.